Het weer in onze omgeving is niet zo spectaculair, maar dat kunnen we zeker niet zeggen van het weer in het Verre Oosten. Daar hebben we te maken met een tyfoon en die tyfoon die komt geleidelijk aan op dreef. We zien hem op de kaart in het zuiden al opdoemen en heel langzaam maar zeker trekt hij naar het noorden, schamt langs de Filipijnen en langs Taiwan en heeft de koers om richting Japan te trekken. Uiteindelijk zullen we dat als volgt gaan meekrijgen. Het systeem ligt nu nog ten zuiden van Japan en koerst dus inderdaad die richting uit. Uiteindelijk zal het deze koers verder gaan volgen. We volgen hem vanuit het zuiden en dan zien we hem over Japan trekken. En dat betekent dat het daar heel erg hard gaat waaien, dat er veel regen gaat vallen en dat er waarschijnlijk erg veel schade kan ontstaan. Vooral in het zuiden, want daar komt de tyfoon aan land als super tyfoon. De hoogste categorie, categorie 5, met windsnelheden boven de 250 km per uur.